Wij hebben een amendement ingediend op cultuurvisie. En die amendement die zegt van laten we nou alle bedragen hier niet vastleggen in de cultuurvisie. Over visie, dan praten we over plannen, dan praten we over wat willen we doen. En als we over een subsidie gaan we praten, dan praten we in de meerjarenbegroting. Wij staan al 25 jaar ongeïndexeerd op hetzelfde bedrag. En dat was toen al de helft van wat ze toen tekort kwamen. Dus ik bedoel, als je naar de toekomst kijkt, dat kan niemand. Maar ik weet wel dat alle kosten overal stijgen. Dus om het helemaal vast te zetten, naar boven zou altijd mooi zijn. Vooral omdat ik dan nog veel meer kan realiseren. Maar als die basis, wat echt het absolute minimum er is, dan kan ik in ieder geval voor het komende jaar doen wat ik nu doe. Dus ik ben met alles blij. Ik vind het gewoon heel belangrijk dat het theater er is. Het amendement heeft het niet gehaald. Maar ook het amendement van de VVD. Die wou juist dit als ondergrens hebben. Die heeft het ook niet gehaald. Klopt. Allebei amendementen die zijn niet gehaald. Voor het theaterhotel. Die willen zekerheid over de programmering en hoeveel geld hebben ze dan beschikbaar? Voor alle instellingen hebben ze een zekerheid, maar nogmaals over subsidie en met name over een groot bedrag, dan moeten we wel onderbouwend hier hebben. Misschien het theaterhotel heeft meer nodig, maar dan laten we even kijken wat hebben ze nodig en wat gaan ze met dat geld ook doen. En dat geldt niet alleen voor het theaterhotel, maar dat geldt voor alle instellingen. Die heeft te maken met culturele subsidie.